Voor derde op involgende seizoen heeft Vitesse de eer, maar dat dan tussen aanhalingstekens denk ik, aan te moeten treden in de wedstrijd waarin de tegenstander landskampioen kan worden. Morgenavond is dat in Alkmaar tegen AZ het geval. Maar ik neem aan, trainer Theo Bos, dat jouw ploeg zich daar met hand en tand tegen zal gaan verzetten. Ja, goed, voor ons is het gewoon een wedstrijd waarin we punten kunnen halen. Dus dat betekent, zoals elke wedstrijd, dat we het gaan proberen. En dat het toevallig de kampioenswedstrijd van AZ is voor ons eigenlijk voor minder belang. Maar je gaat er denk ik toch ook naartoe met een heel ontspannen gevoel. Vorige week is eigenlijk het seizoen veiliggesteld door de overwinning in Groningen. Dus er zal niet zoveel druk op de ploeg zitten. Nee, maar dat is ook zo. Maar wel met gezonde spanning daarheen. Ik vind dat er nog wel wat eer te behalen is. Ik vind heel de wereld kijkt mee morgen. Dus ik vind dat je als speler zo goed mogelijk moet verkopen. En als team zo goed mogelijk moet verkopen. Om toch indruk te maken. En dat kan morgen. En als wij een resultaat halen daar. En daardoor het kampioensfeest van AZ nog even uitstellen. Ja, dan zal dat ook afstralen op ons. Je zult gaan proberen zo lang mogelijk de nul te houden. Ja, goed, je moet kijken wat er bij zo'n tegenstander speelt. Dat is proberen lang niks weg te geven. Misschien in die tussenfase al zelf toe te kunnen slaan in een omschakelmoment. Ja, en dan zullen de zenuwen en de spanning ook daar een rol gaan spelen. En wellicht kun je daarvan profiteren. Dan wordt het misschien een beetje een wedstrijd zoals jullie in Groningen gespeeld hebben. Met dit verschil dat AZ natuurlijk veel meer kwaliteit heeft. Ja, maar goed, dat kan wel, ja. AZ heeft ook veel meer kwaliteit. Alleen zij zullen het morgen af willen maken. Met alle festiviteiten die er gepland staan. Maar ook gezien hun restprogramma, waar ze nog tegen Ajax en tegen Twente spelen. En tegen Heerenveen spelen. Dus dat zijn allemaal wedstrijden waar ze misschien dan niet zo zeker van zijn als het daarin moet gebeuren. Dus voor hun zou er alles aan gelegen zijn om die wedstrijd morgen winnend af te sluiten en kampioen te worden. Nou, en ons is er alles aan gelegen om een resultaat te halen. En een resultaat is minimaal een punt. Op wat voor manier kun je het AZ moeilijk gaan maken? Ja, goed, we hebben natuurlijk wel gekeken naar ploegen die daar resultaat hebben gehaald. Of bijna. NAC. NAC onder andere heeft daar twee keer gewonnen. Hoe hebben die dat gedaan? In welke speelwijze? Waar zijn ze druk gaan zetten? En wanneer zijn ze achter de bal gaan spelen? Maar ook naar ploegen die daar bijna resultaat hebben gehaald. En waar het maar net goed is gegaan voor NAC. Maar we hebben ook gekeken naar ploegen waar het helemaal mis is gegaan. Dus ja, er zijn een x-aantal mogelijkheden om AZ te bestrijden. Alleen je zult wel een goede dag moeten hebben. In welke tactiek je ook kiest, zul je wel alle 11 een goede dag moeten hebben. Om dit AZ te verslaan. Maar dan heb je meteen een ander punt eigenlijk al aangehaald. Je mist 4 spelers die er in Groningen wel bij waren. Piet Veldhuizen is geblesseerd. Eloy Room, zijn vervanger, die heeft in Groningen laten zien dat hij het uitstekend aan kan. Ondanks zijn jonge leeftijd. Ja, daarom. Dus leuk voor de jongen dat hij in de basis kan starten. Kan hij vanaf het begin er staan. Nou, en we hopen dat hij de wedstrijd van zijn leven kiept. Dat is hij absoluut van plan. Dat liet hij op de training ook heel duidelijk zien. Ja, daarom. Een jongen is scherp en is gewoon een talentvolle keeper ook. Dus hartstikke leuk voor hem dat hij het mag laten zien. Dan Paul Verhaag die geschorst is. In zijn plaats speelt Frank van der Struik. Die moet zijn kans weer pakken. Ja, maar dat heb ik Frank ook gezegd. Hij moet zonder enige spanning die wedstrijd aangaan en gewoon laten zien dat hij een goede speler is voor ons. En daar ben ik van overtuigd. En het is op een positie die hem ook gewoon ligt. Dus dat moet ook geen probleem zijn. En Nicky Kuiper, hamstringblessure, die kan er ook niet bij zijn. Je zet Kevin van Diermen in zijn plaats. Ik neem aan dat je daar ook het volste vertrouwen in hebt. Ja, maar Kevin heeft al meerdere malen laten zien dat hij gewoon een prima speler is. Die weliswaar jong is, maar die de coming man is bij Vitesse als het gaat in defensief opzicht. Dus een speler waar ik alle vertrouwen in heb. Ten slotte, Claudemier geschorst. En eindelijk krijgt dan Julian Jenner zijn kans om in de basis te starten, uitgerekend tegen AZ. Ja, nou, dat is ook leuk voor Jules. Ik moet zeggen dat hij positief deze periode is doorgekomen. Als het gaat om wedstrijden in de tweede, maar ook in trainingen. Maar als het ook aan een hele bijdrage in het groepsproces gaat. Vandaar dat ik hem deze kans gun in de uitwedstrijd tegen zijn oude clubje. Julian Jenner dus in de basis tegen AZ, zijn oude ploeg. Een andere speler die van AZ komt, Rogier Molhoek, die staat morgen ook in de basis. Ja, een beetje dubbel. Nou ja, dubbel. Voor mij is het gewoon een wedstrijd op zich. En kan ik weer eens laten zien dat ik lekker kan voetballen. En ja, dat het dat tegen AZ is, dat is dan jammer. Maar goed, ja,
Had het tegen RKC geweest, had het me ook niet uitgemaakt hoor. Dus dat is voor mij een wedstrijd op zich. Het is wel apart dat je... Tegen laag, hè? Nek dan. Of weet ik veel wie. Maakt me niet zoveel uit. Als ik maar lekker kan voetballen. En, ja, toevallig is het tegen AZ. En een mooie kans om dat kampioenschap een weekje uit te stellen. Ja, jij kwam er al een beetje tussen, Rogier Molhoek. Voor jou toch ook een wedstrijd die een heel apart tintje heeft. Ja, het is je oude club. En dat is altijd leuk om tegen je oude club te spelen. Vooral omdat er ook nog een aantal spelers spelen waarmee je gespeeld hebt. En nu is het helemaal speciaal, omdat het een kampioenswedstrijd is voor AZ. Dus dat is wel leuk. Maar ik neem aan, Julian, dat jullie zeer van plan zijn er een stokje voor te gaan steken daar in Alkmaar, hè? Ja, tuurlijk. Het gaat gewoon daar om een goed resultaat te halen voor Vitesse. En ja, je moet gewoon je ding doen. En dan kijken waar zo lang mogelijk op 0-0 proberen te houden. En als je daar gewoon goed voetbal, krijg je je kansen. En waarom zouden wij daar niet kunnen winnen? Waarom zouden wij daar niet kunnen winnen, Rogier? Ja, dat is zeker goed gezegd van Jules. Maar als je ons hebt bekeken heel het jaar, dan kom je tot de conclusie dat wij van iedereen kunnen winnen en van iedereen kunnen verliezen. Dus waarom zouden we dan niet van AZ kunnen winnen?